Hoe gaan we aerosolen verwijderen uit de lucht? We weten voor COVID-19 dat die aerosolen zich opstapelen in de lucht, in de binnenlucht, als uw lucht niet uw ruimte niet voldoende geventileerd wordt of verlucht wordt. Dus je ziet hier in die afbeelding dat iemand, een persoon die hoest of niest of praat of roept, je ziet dat er een uitstoot is van deeltjes. Sommige deeltjes, de zware druppels, die vallen neer op de grond. Andere deeltjes reiken zich aan in de lucht en je ziet dat er een aantal manieren zijn om die luchtconcentratie te verlagen. Bijvoorbeeld openen van ramen, ventilatie. En dan ga je kleiner besmettingsrisico hebben. Nu, eens die druppels in de lucht zijn, en die aerosolen, kunnen die wel eens veranderen. En die verandering is onder andere bijvoorbeeld door de luchtvochtigheid. Dit is een simulatie van twee personen die praten. Het is te zeggen enkel de rode persoon die praat. En je ziet dat die een hoeveelheid deeltjes uitstoot. Die deeltjes die hebben een grootte van ongeveer 80 micrometer, hier in deze simulatie. En dan zie je een simulatie van wat er gebeurt binnen de 10 seconden nadat die persoon die woorden heeft, of die deeltjes heeft uitgestoten. Je ziet dat er een aantal neervallen, maar je ziet dat die van kleur veranderen. En dat wil zeggen, bij een lage luchtvochtigheid gaan die deeltjes vocht verliezen en gaan die kleiner worden. Die gaan dus veel lichter worden en makkelijker zweven in de lucht. Met als gevolg dat je na 16 seconden staan die beide personen in een wolk van deeltjes die uitgeademd werden door die eerste persoon. Dus dat gebeurt er tijdens bijvoorbeeld een gesprek. Nu, het feit dat er luchtgedragen karakter is van COVID-19, van SARS-CoV-2, het feit dat er een luchtgedragen transmissie is, maakt eigenlijk van COVID-19 een binnenluchtkwaliteitsprobleem. En dat maakt dan eigenlijk ook dat je de typische regels die wij al jarenlang toepassen voor een gezonde binnenlucht, ook kan toepassen voor COVID-19-preventie. En die regeltjes dat zijn eerst en vooral een bronreductie en ten tweede een blootstellingsbeperking. Een bronreductie, dat geldt voor elke vervuilende stof die je binnen kan vinden. Bijvoorbeeld de uitstoot van een verf. Het solvent dat in een verf zit, of de uitstoot van een schoonmaakmiddel. Daar ga je altijd proberen om je bronnen zoveel mogelijk te beperken. Dus je gaat je gebruik matigen, je gaat een doordachte keuze van producten kiezen met een lage uitstoot van chemische producten. Nu, voor COVID-19 kan je eigenlijk ook bronreductie doen en moet je bronreductie doen. Dat ga je in eerste instantie doen door een mondmasker te dragen. Er is heel vaak gecommuniceerd dat je een mondmasker draagt om anderen te beschermen. Dat is eigenlijk niet helemaal correct. Je draagt het ook om jezelf te beschermen. Je draagt het om jezelf te beschermen, maar door het feit dat je het draagt, ga je je uitstoot beperken. Gaan een deel van die deeltjes tegengehouden worden. En dat is hier gevisualiseerd in deze afbeelding. Dus het dragen van een mondmasker is een bronreductie. Je gaat minder deeltjes bijdragen aan de binnenlucht. Nu, als we het hebben over een mondmasker, is het wel belangrijk om ook mee te geven dat die doeltreffendheid van uw masker heel sterk bepaalt wat die bijdrage is aan die bronreductie. De kwaliteit van een masker wordt bepaald door het materiaal en de aansluiting op uw gezicht. Je ziet hier deze grafiek, ik heb hier de link bijgezet, die kan je consulteren online. En dat is een vergelijking van de efficiëntie van verschillende types van maskers. In het ideale geval heb je zoals die rode lijn hier. Dan heb je een 100% efficiëntie voor alle deeltjesgrootte. Nu, hoe meer je neigt naar een katoenen masker, hier is een bandana. Die groene lijn is een gewoon katoenen, een dubbellage katoenen masker. En dan heb je de katoenen maskers met de filters en dan evolueer je naar een FFP2 of 3 masker. Dan zie je dat die efficiëntie toeneemt. Nu, dat is voor jezelf te beschermen, maar dus ook je uitstoot te beschermen. En dus de bijdrage aan die bronreductie hangt af van de kwaliteit van je mondmasker. Hoe kan je nog aan bronreductie doen? Heel eenvoudig door het aantal aanwezigen te beperken. Dat is wat er bijvoorbeeld ook gebeurt in bepaalde grootwarenhuizen, waar minder mensen zijn toegestaan in kapperszaken. Door het beperken van het aantal aanwezigen ga je je bron reduceren, want de kans is kleiner dat er besmettelijke mensen in die ruimte zitten. Wat kan je nog doen? Je blootstelling beperken. En chemisch gezien, voor chemische vervuilende stoffen, ga je daarvoor ventileren en verluchten zoveel als nodig voor je gebruik van je lokaal. Nu, voor COVID-19 risicobeperking ga je juist hetzelfde doen. Je gaat zorgen voor voldoende luchtverversing. En dat ga je doen door een efficiënte ventilatie of verluchting. Als je dat gaat doen, dan ga je de binnenlucht naar buiten afvoeren en je gaat verse lucht aanvoeren, waardoor je binnenlucht eigenlijk verdund wordt. En door die concentratie van die mogelijk besmettelijke deeltjes
zo laag mogelijk te houden, ga je een kleinere kans op besmetting krijgen. Wat kan je nog doen? Je kan eventueel die ventilatie aanvullen met luchtzuiveraars. Daarvoor is module 6 die later op het programma staat. Nu, hoe zit dat nu juist? Het risico van COVID-19, hoe kan je dat dan beperken? Wel, daar bestaan wiskundige modellen voor. Wiskundige modellen die nu niet recent zijn uitgevonden, ze zijn wel geüpdate voor COVID-19. En een van de basismodellen is een rekenmodel van 1978. Dat gaat dus al enkele jaren mee. En dat is een wiskundig model dat eigenlijk ontwikkeld is voor de kans op mazelenbesmetting te berekenen. En dat model zegt dat het besmettingsrisico toeneemt, van een aanwezige toeneemt, wanneer het ventilatievoud daalt. Dat wil zeggen wanneer de aerosolconcentratie toeneemt. Wanneer het aantal aanwezigen stijgt, dan stijgt uw uitstoot. En wanneer uw tijd binnen verhoogt, want dan verhoogt uw blootstelling. Of je 5 minuten binnen bent of je zit 5 uur in een lokaal, je gaat meer van die aerosoldeeltjes opnemen, dus uw kans dat je besmet wordt verhoogt. En dat is een heel belangrijke model. En met dat model kan je dan simuleren wat er gebeurt bij bepaalde luchtstromen en ventilaties, om te kijken hoe die aerosolen in de lucht al dan niet beperkt worden. En dit is een wiskundig model dat toegepast is op een grote outbreak in een restaurant in China. Het is al in de media geweest, helemaal vorig jaar, in het begin van de pandemie. En er zijn eigenlijk heel wat wetenschappers uit China die zich daar dat bestudeerd hebben en die alle aanwezigen bevraagd hebben, camerabeelden opgevraagd hebben en zoveel, en een heel gedetailleerde analyse gemaakt hebben van de situatie. Nu, het was zo dat het ventilatievoud in dat restaurant heel laag was. Ik zou nu durven, we hebben geen data over restaurants of andere, heel veel andere omgevingen in Vlaanderen, maar het zou best kunnen dat in een restaurant een ventilatievoud hier ook heel laag is. Nu, in het restaurant in China was een airco en er waren eigenlijk 4 airco's, zoals u ziet, 1, 2, 3, 4. En die airco's die koelden de lucht telkens in deze richting. Nu, de pech wilde dat hier aan deze tafel die paarse persoon besmet was. Hier zie je nog eens het luchtbeeld, hier zat die besmette persoon. En alle rode personen zijn personen die besmet worden, werden te gevolgen van die aanwezigheid van die ene besmette persoon na het bezoek aan het restaurant. En dan zijn ze gaan terugkijken hoe de luchtstromen liepen, afhankelijk van die airco-systemen. En dan zie je dat die airco in deze achterste unit ervoor zorgde dat er heel veel personen in die strook besmet werden. En in die andere stroken werden eigenlijk geen besmettingen gevonden, omdat die airco's zorgden voor een zekere compartimentering van de lucht. Er was er wel een lichte afwijking van de luchtstromen naar het sanitair toe, maar die was eigenlijk redelijk beperkt. Je ziet dat hier in die onderste. En dus de lucht die bleef eigenlijk gecompartimenteerd hier, met als gevolg dat er heel wat personen besmet werden. En ik heb hier de afbeelding uit de wetenschappelijke publicatie die volgende maand online komt, toegevoegd. En dan zie je dat de grootste afstand tussen de persoon die geen symptomen had, maar wel besmet was, en een besmet persoon 4,6 meter is. En dat is wel een heel belangrijk gegeven, dat je in zo'n compartiment waar een slechte ventilatie is en een besmet persoon is, tot heel verre afstanden besmettingen kan hebben. En dus ver voorbij die 1,5 meter regel, als een slechte ventilatie is. Dat is iets belangrijks dat in het achterhoofd moet gehouden worden, zeker wanneer gecompartimenteerd wordt met bijvoorbeeld plexiglazen en wanneer die plexiglazen heel hoog tot aan het plafond reiken. Want dan ga je ook compartimentering geven en dan ga je er eigenlijk voor zorgen dat de ventilatie daarom niet heel goed is in die verschillende compartimenten. En dat als je dan een gezin hebt of meerdere gezinnen die binnen een compartimentje zitten, dat je de kans op een besmetting heel sterk verhoogt van die mensen, omdat de ventilatie gewoon, die verdunning reikt niet ver genoeg. Nu, hoe ga je dan ventilatie, aerosolen uit de lucht verwijderen? Weet dat aerosolen verder reiken dan die 1,5 meter social distance. Als je wil weten of een tussenschot werkt tegen de verspreiding van aerosolen, dan moet er een roker of iemand die vaped in een compartiment gaan zitten en vapen. Als je de rook ruikt in het volgende compartiment, dan weet je dat het niet werkt. Beperk het aantal aanwezigen. Vermijd heel drukke ruimte, druk bezette ruimtes. Want je gaat door mensen dicht op elkaar te zetten,
gewoon de veel aerosolen in de concentratie van aerosolen verhogen. En wat heel belangrijk is, is voorzien voldoende ventilatie en verluchting voor die verdunning. En er zijn nog 3 modules, module 8, module 9 en module 10, die hierop zullen inzoomen over hoe jij dat nu in de praktijk kan doen. Beperk ook obstakels die een luchtcirculatie kunnen hinderen. Want je kan een heel goed ventilatiesysteem hebben, maar als je tot aan het plafond afsluit, dan reikt die ventilatie natuurlijk niet zo ver. En aanvullend kunnen luchtzuiveraars helpen, ook daar is een module over gepland. Dank u wel.